Niet doen. Heeft Sinterklaas een cadeautje voor jou gebracht? Oké, dit is mijn echt out-of-bed look. Ik ben vanochtend vroeg opgestaan. Het was mijn bedoeling om gisteravond laat te werken. Maar Zara was een beetje ziekjes, dus ik ben samen met haar bij Hans in bed gekomen. Want die gaat altijd natuurlijk vroeg in bed. En nu ben ik vanochtend gewoon heel vroeg opgestaan om te werken. Want ik heb echt heel veel werk te doen. Ik heb een paar deadlines vandaag. En ik weet niet hoe Zara vandaag gaat slapen. En ik wil niet riskeren dat ze bijvoorbeeld haar ochtendslaapje overslaat. En dat ik dan helemaal in de stress raak. En dat zij daar niks aan kan doen. Dus ik ben nu even staan aan het werk. En ik ben elke keer heel bang dat ze wakker wordt. Ik heb het idee dat ze door heeft dat ik beneden ben. Normaal ga ik er altijd met haar samen uit. Maar nu dus een keertje eerder. Het voelt gewoon een beetje stiekem. Wat is dat nou? Hey, ligt daar een cadeautje voor jou? Hè? Huh? Ga eens kijken. Heeft Sinterklaas een cadeautje voor jou gebracht? Ja, dat... Ze is vooral altijd heel erg blij om haar schoen weer te zien. Oh, wat is dat nou? Voor de liefste Zara. Nou, dat kan er maar één zijn. Ja, dat ben jij. Een schoentje. Zal ik dan maar je cadeautje gaan uitpakken? Zullen we hem samen gaan uitpakken? Je oké? Oké. Ga jij het plakbandje eraf? Kijk, ga je zo met je vingertje eronder? Of zal ik het doen? Ja, het is allemaal fruit. Dit zijn dus allemaal groenten. Die zitten met klittenband aan elkaar. Dus als je ze zo aan elkaar... Ja, als je ze zo aan elkaar klikt, dan zitten ze vast. En dan kun je ze echt met een mesje doormidden snijden. Ik vind het zo ontzettend leuk. Ja, oh wat goed! Het wordt wel aan elkaar. Zo. Wat doe je nou? Je loopt altijd in de weg. Jeez, ik ben aan het vloggen. Zie je dat dan niet? Niet doen. Ik wilde zeggen, maar ik nu sta ik hier bij... Ja, het gaat weer een beetje staan. Nu voelt het niet hier heel licht. Maar het is echt shit weer. Het is super bewolkt. Echt helemaal dicht bewolkt. En je ziet ook wel hoe donker het hier is. En ik moet foto's maken hier binnen. En ik heb wel een beetje speling. Maar het is gewoon het mooiste als je gewoon goed weer hebt. En ik had gepland om vanmiddag heel veel foto's te maken voor Instagram. En voor mijn blog en zo. En ik heb... Ja! En ik heb alles verschoven. Behalve de foto's die ik nu moet maken. Want ik moet echt een paar foto's maken voor een campagne die ik moet inleveren. Maar het weer, jij zei dat volgende week woensdag pas weer goed fotograferen. Ja, maar dit weekend gaat het zelfs 's nachts vriezen al. Ja, maar dat heeft niks met fotograferen te maken. Nee, maar wel met... Sterker zelfs, als het sneeuwt, dan kun je de mooiste foto's maken. Ja, dat is wel mooi. Dat is wel waar. Ja. Oh, kijk nou hoe goed je kan staan! Ja! Ze heeft zelfs gisteren voor het eerst een paar stapjes gezet. Waarom ben ik niet hiermee begonnen? Het waren een beetje mini-stapjes, dus we wisten niet officieel of het moesten rekenen tot de dag dat ze echt is gaan lopen. Want het waren meer 3 stapjes op de plek. Ze kwam niet echt vooruit. Dus ik wacht nog eigenlijk op de echte eerste officiële stapjes, toch? Ja, we tellen dit nog niet. Ja, we tellen dit nog niet echt tot de... Maar ze blijft proberen. Ze is echt heel hard aan het werk. Nou, papa, maar eens zien wat je voor Sinterklaas hebt gekregen. Ja! Ga eens laten zien aan papa wat je hebt gekregen. Oud omaatje. Even pauze. Even doorkruipen. Oh, nee, toch verstaan. Oké, okay. Ja, dat is echt een oud omaatje. Ik kan het echt wel zelf. Ik heb geen hulp met oversteken nodig. Die moet je met een mesje doormidden snijden. Laat maar zien, jij kan het ook. Oh, bijna. Je zit al heel goed. Zo. Oh, helemaal trots. Maar je kan het prima zelf, hè, Zara. Papa die helpt jou, maar je bent geen baby meer. Nee. Dat is wel waar. Een wortel kun je ook prima breken. Dat doe ik ook wel eens. Maar ik denk dat dit makkelijker is. Zag je die inspanning? Ja. Oh, je hoorde. Oh. Oké, hier deze dan. Sarah, zullen we deze snijden samen? Woe! Kijk hier. Nam, 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 nam. Lekker verse knoflook. Ruik je het? Oh, nog een knoflook. Doe er nog maar eentje, man. Ruik je het? En een champignonnetje. Oh. Sarah die stiekem aan een kommetje aan het eten. Oh, dat is een beetje een ongeduldig babytje. En als we dan een beetje laten eten, daar hou jij niet van, hè?
Sifred is boven nog even aan het werk. We hebben een beetje als streven om... Het is heel makkelijk om te zeggen, ik ben moe, ik kom uit mijn werk. Ja, hallo, ik ben vroeg opgestaan, ik heb de hele dag gewerkt. Ga eens koken voor mij. En voor haar is het heel makkelijk om te zeggen, joh, ik ben de hele dag met een baby geweest. Ik ben moe, ga eens koken voor mij. We willen er samen voor zorgen dat aan het eind van de avond we allebei nog met beide benen op de grond staan. Ja, hè? En dat helpt voor ons wel als maatstaf dat ik denk, ja, natuurlijk ben je moe. Maar misschien is het beter om dit gewoon even voor Janne te doen. In dit geval dus koken. Want Shifra zou eigenlijk koken, maar uiteindelijk doe ik het even. En ik weet dat we de afgelopen vlogs praten we best wel veel over ritme en balans en tijden van dingen. Weet je wel, schoonmaakroosters. Nou, je ziet het, ik is wel schoon, dus de schoonmaakrooster werkt best aardig. Maar de reden dat we daar veel over praten is ook omdat we gewoon, zijn nu best wel druk. Ik ben heel druk op mijn werk. Shifra is heel druk met Sarah. Sarah gaat steeds minder slapen, steeds meer aandacht vragen. En Shifra heeft dan natuurlijk ook gewoon de eigen werk, de blog en de campagnes die ze moet doen, los van wat hier op Hans en Shifra gebeurt. We moeten dus inderdaad ook de vlog monteren, et cetera. Druk, druk, druk. En we willen nog iets van dit huis maken. Binnenkort gaan we plinten leggen, gaan we gewoon andere dingen in huis ook weer verder opknappen en dat kost gewoon ook heel veel tijd. Dus dat betekent dat soms ik moet koken als ik moe ben. En dat ik eigenlijk moe ben van mijn werk en dat ik eigenlijk op de bank wil zitten. Dus, ik ga jou even de stoel vastmaken, want anders wordt het helemaal niks. Charlie, even iemand. Hop. En we hebben deze week hebben HelloFresh. En daar ben ik wel heel blij mee. Want, zit nou. Ze heeft instructies gemaakt. Als Hans kookt, graag deze. Alsof ik die wel kan koken. En je kan dus zelf uitkiezen welke gerechten je elke week krijgt. En Shifra heeft dan deze uitgekozen, maar ze heeft blijkbaar al zij deze doos opengemaakt. Als Hans kookt, graag deze. Of deze. Hier staat niks bij. Die mogen we niet doen, Sarah. Daarmee bedoelt Shifra als ze er niet bij zijn, bedoelt ze denk ik, dat kun jij niet. Nou, wat zullen we dan doen? Wil je koolrabi stamppot met gerookte kip? Oh, dat is wel lekker. Of orzo met geroosterde bloemkool, dat is lekker. HelloFresh heeft heel vaak gerechten waar orzo in zit. En dat vind ik heel lekker, want dat kopen wij verder nooit bij de winkel. Maar als het in een van onze HelloFresh boxen zit, dan ben ik er wel heel blij mee, want ik vind het echt heel erg lekker. Dus dat gaan we doen. Sterker, ze heeft zelfs, er zit een shallot in. En die heeft ze doorgekruist, want die moet ik er niet in doen. Want wij koken altijd gewoon zonder uitjes en shallotjes, want daar houdt Shifra niet van. En dan, als je het dan over ritme en dingen hebt, is dit wel echt heel erg relaxed. Want alles zit erin. Oké, Sarah, nu ga ik echt koken. I promise. Achterkant. Voorbereiding. Bouillon, blaadjes, troontuin. Waar heb je geen schort om? Nee, dan ben je eens een keer aan het koken. Ben je een keer aan het koken? Dit schort heb ik ooit voor jou gekocht en je draagt hem echt bijna nooit. Echt bij de Bijenkorf. Volgens mij was tijdens mijn studententijd was dit een heel duur ding. Ik ben al helemaal in pyjama modus gegaan, want ik dacht Hans... Ik had gezegd op de vlog, ja, Shifra is aan het werk. Die is echt te druk om te koken. Ik ben helemaal in pyjama modus gegaan. Ik heb mijn make-up afgenomen. Ik ben helemaal klaar om te gaan chillen. Ik ga samen met de keuken, want hij kan het net zo goed hebben. Als ik in de keuken ben en dan denkt hij dat is het wat ik heb. Ja, dan denkt hij dat ik me bemoei met hoe die kookt en zo. Dus als hij in de keuken is, denkt hij, ik bemoei me er echt niet mee. Nou, net vroeg je nog wat is Bimi. Dan denk je, het zit allemaal in één doos. Hè? Zo moeilijk kan het niet zijn. Ik heb volgens mij wel eens vaker gezegd dat ik een vriendin had, die op vrijdagmiddag, dan aan ze altijd laat, om 8 uur, vond ik altijd heel gezellig. Dan gingen ze om 6 tot 7 of tot 7:30, gingen ze borrelen met chips en wijntjes. Heel vaak wat jij vertelt, zeg maar, over, ook toen we deze keuken bouwden, heb je heel vaak gerefereerd naar die vriendin, ja. Aan hoe zij thuis in de keuken leefde. Oh, echt woonkeuken toch? Dan. Uh-huh. Ze hadden ook de tafel in de keuken staan. Uh-huh. Ja. Die waren gewoon echt meer bezig met lekker, echt belangrijk, ja, lekker eten en... Ze eten daar ook echt heel lekker. Sorry dat ik zo aan het doorknagen ben, maar ik heb zo'n honger en het eten duurt zo lang. Hatskide. Kom dames, aan tafel. It's dinner time! Oké, kleine chef. Roept u maar. Ik zal even een lepeltje pakken. Het ziet er heel lekker uit. Spanning wacht af. Ik ben heel benieuwd wat ze ermee weet.
knepeltje. Zal ik even helpen? Met een hapje. Ik heb daar je hoofd in voor zitten. Ze moet even wennen. Oh, dat lust wel. Kom maar hier met die lepel. Oké, okay, nu ik. Ja. Het ziet er heel lekker uit, maar wat is het? Het is bloemkool. Het is orzo met bloemkool en bimi. Een soort risotto. Door de Parmezaanse kaas. Ja, lekker hè? Mm-hmm. Mocht je HelloFresh ook een keer willen proberen, gebruik dan de kortingscode die hieronder in beeld is. Ik zal hem ook even in de beschrijving onderin zetten. Voor 50% korting op je eerste box. Ik had zo'n zin in lekkers dat ik nog heel even snel naar Albert Heijn ben gegaan. Dus ik heb nog even snel kleren aangetrokken. Daarna weer een pyjama aangetrokken. En nu hebben we appelflappen. Geloof me, als ik zin heb in wat lekkers, dan heb ik ook echt zin in wat lekkers. Thanks, Ellen. We zijn Expeditie Robinson aan het kijken. Vandaag is de eetproef, hè? Ja, ik zie er echt geen van op. Het weer met ons... Ja, snel opeten voordat ze in die... Ik word er altijd zo misselijk van. Ja, ik hou ook niet zo van die proef. Ik vind het zo shit dat ze ook nog leven, alles. Maar dat is het erger, dan moet je echt je kop eraf weten. En soms hoor je het echt knakken. Oh, dat is erg.